De Tielse Eendracht-combinatie, oftewel Tech uit Tiel, op Sportpark te lok tegen Cambuur. Dit is de vijfde minuut van de wedstrijd. En dat is een heel best schot van Jamiro Montero. Van een meter of 30. Het gaat over keeper Van der Sman heen. En het is 0-1. Dan deze kans voor Cambuur. Van der Streek in tweede instantie uit die hoekschop. Maar een mooie redding deze keer van keeper Sebastiaan Van der Sman. Dat gebeurde halverwege de eerste helft. Nu is er bijna een half uur gespeeld. Dit is Van Delen en dit is zijn doelpunt. De rechtsback scoort zijn eerste goal op het hoogste niveau voor Cambuur. Dan een paar minuten later krijgt Tex zijn eerste grote kans. Die voorzet blijft hangen. Er is een claim voor Hens. En uiteindelijk dit schot nog van Bart Westerlaken. Maar dat gaat via een verdediger over. Dan vlak voor rust. Deze uitstekende paas van Ricardo Kip. En daar is hij weer. Ja hoor, Jordi van Delen met zijn tweede goal in deze wedstrijd. Nog voor de rust, Cambuur op 0-3. En daar kan Cambuur eigenlijk de hele tweede helft op teren. Hier weer zo'n geweldige paas van Kip. En hier is Peersman. Met een grote kans op de 0-4. Een minuut of 10 na rust. En dan de extra tijd. Dit is invaller Bakker, Montero. Die zoekt naar de ruimte voor een schot. Ja, dat vindt hij uiteindelijk ook, die ruimte. En zo bepaalt hij de eindstand op 0-4. Ook hij maakt zijn tweede van de wedstrijd. Een makkelijke overwinning voor Cambuur.